Yo, kijkers van Online Kim, van harte welkom bij een nieuwe competitiewedstrijd tussen Tranmere en Online Games. Het commentaar bij deze wedstrijd wordt. We bungelen nog altijd onderaan. Het gat met nummertje 7 is nu 9 punten. Dus dat is behoorlijk wat. Deze wedstrijd kan alle kanten opgaan. Ik hoop voor de kijkers thuis dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen. We kijken naar de elf waarmee de thuisploeg van start gaat. Dit is een opstelling. Heeft voor een 4-3-3 opstelling gekozen vandaag. Dit systeem zie je in Nederland wel vaker, hè? Met echte. Moeten vandaag ook echt gaan winnen. We hebben evenveel punten als zij, 14. Buitenop passeren, achterlijn halen en dan de bal voorzetten. Dus we zullen op 17 punten kunnen komen. En we zien hier de opstelling waarmee de bezoekers het gaan doen vandaag. Het is wel duidelijk wat de trainer van plan is met deze opstelling. Vooral niet verliezen, wat er ook gebeurt. Ja, dat lijkt er zelf op, Siert. Ja, ik hoop dat dit geen saaie wedstrijd zal opleveren. Maar de intenties beloven niet veel goeds. Wij spelen gewoon weer in het geel. In ons thuisjes dus. Dat had gekund. Aangezien de doelman oranje zijn, als wij in het oranje spelen, dan is het ook niet echt te zien. Goed, Tranmere Rovers tegen Online Games is begonnen. De wedstrijd Green is terug in de selectie, dus dat is super fijn. Ik hoop dat we de tweede seizoen zelf genoeg betere spelers kunnen gaan kopen, zodat wij wat hoger kunnen komen. En dit is natuurlijk niks wat wij nu aan het doen zijn. Dus we moeten proberen om vandaag gewoon ook deze wedstrijd te winnen. Ik begrijp dat er bij een van de andere wedstrijden die nu gespeeld worden een penalty is gegeven. Wat weet jij daarover? White. De thuisploeg heeft een penalty King, gegeven. Ik vind hem toch wel beter dan die andere spits, als ik heel eerlijk ben. Maar de poging was te magertjes en strandde op de paal. 1-0. Dat is nog steeds de stand hier. En pas 5 minuten op de klok. En natuurlijk weer bedankt voor de update. Walker. Hij stoot verderop. Er wordt voordeel gegeven aan Inge. Een overtreding. En dat kon nog wel eens een gevaarlijke vrije trap worden. Hij is genomen en de doelman heeft hem. Nou, misschien kan de voorhoede van de thuisploeg iets leren van de bezoekers van vandaag. Want daar hebben ze wel spelers die het net kunnen vinden. Het is een soort workshop. Ja, het verschil is ook wel echt schrijnend. Ja. Kijk nou eens naar het aantal gemaakte doelpunten. Ja, dan schrik je toch een hoedje. Het is een wereld van verschil. Goed werk zeg, om hem daar af te pakken. En daar krijgen ze een vrije trap voor toegekend. Vrije trap. Het is aardig gespeeld, Kuipers. Daar ligt de ruimte. Kuipers. Maar hij wilde hem aan King geven, maar die stond daar niet goed genoeg. Hughes. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar hier wordt voordeel gegeven. Nee, er komt toch een vrije trap. Blijkbaar had de scheidsrechter zich verkeken. Weg is weg, die voorzet. Ja, nu kan er een counter komen. Daar komen we sowieso aan niet doorheen. Burton. White.
Kijk, slim balletje hoor. Kuipers aan keeper grabbelde, maar we krijgen hem er ook niet in. Over cruciaal werk gesproken, ze hadden hier de voorsprong kunnen nemen, maar de doelman verricht daar uitstekend werk. Zo staat het nog 0-0. Hebben zij eigenlijk geen enkele kans gehad. De speler in balbezit onder druk gezet. Vorige wedstrijd verloren we nip met 2-1. Dat was echt zuur. White. En dan? Ah, die kan niets opleveren, maar hij raakt de bal een beetje verkeerd. Fijne duik. Ben King, hij raakte de bal een klein beetje, ja, zullen we zeggen, hij aaide hem gewoon. De goal nog. De bal wordt voor het doel gebracht. En er wordt weggewerkt, die hoekschop. White. Lowe. Ja, hij neemt hem. Goed geblokt, dat schot. Het afgelopen kwartier waren de bezoekers. Die 67% hadden wij de bal bezit. Die winnende goal hangt in de lucht. Maar dan moeten ze zichzelf wel belonen. Misschien kunnen ze nu weer een kans creëren. Kuipers. Kuipers tussen paar man door. Keeper grabbelde. Geen strepen te krijgen. En opnieuw. Ik vind Kuipers echt wel goed hoor. Het is weer een andere redding. Een stuk makkelijker dit keer. Ja, maar die eerste redding, hè, laten we daar nog eens even over hebben. Die was veel. Ja, hij kan er sowieso niet doorheen. Ja, daarna blijft hij goed opletten. En dus een overtreding. Hij gaat daar heel veel krijgen. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou wel een schil kunnen zijn. Kuipers, jawel, het is 1-0. Dat moet de voorsprong worden. Kuipers maakt 1-0. Een jeugdspeler dat echt heel goed is. Ik vind van wel. Uit de standaard situatie, hier aannemen. Dit is een knap staaltje van afronders. Ja, het is gewoon een voorzet. Het eist heel veel controle om zo te draaien en dan ook de bal nog de juiste richting mee te geven. Alles komt hier perfect samen. Mitch Kuipers. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. McDonald. Shut up, Green ook weer terug is, dus dat is wel heel fijn. Nu verspeelt hij het balbezit. Ik zou hem naar King doen. In de diepte gespeeld. King. Lowe. Blijft zoeken. Lowe, maar de doel maar het. In het midden van het doorkoppen. Goed ingeschat hoor, die bal. Wat er bijna. Door de tegenstand. King die komt. King die maakt die daar even een overtreding. Gaat de kaart voor krijgen. Daar kun je geel voor geven, scheids. Gele kaart voor die actie. Dat is niet echt op een handen geplaatst. Overtreding inderdaad. Hij wilde gewoon voor die bal gaan, hij was gewoon net te laat. Hughes. Bal naar de andere partij. Nou, we gaan naar de rust toe. En de bezoekers, die gaan op zich, hebben een kleine voorsprong. Kans dat zijn levensgevaarlijk daar. Kijk, moeten wij proberen om profiteren. Dat allemaal nou, tegen te houden. Dat hier is nou net aardig de bal kwijtraken. Moeilijk. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Maar we zitten in een blessuretijd van de eerste helft. Wij kunnen moeten zich haasten nu. Proberen om 2-0 zien te maken. De counter leek gevaar.
Maar dat lukte net niet. Zoals ze voor ogen hadden. En dus mag je verrassing gaan affluiten, dat doet hij dus nu ook. En dan gaan we de kleedkamer in. We staan voor. Ze hebben eigenlijk nog niet echt een kans gehad. Ze hebben één kans gehad. Via de counter net, maar... dat werd geblokt door een verdediger van ons. Goed. Dit is dan de standen allemaal. Leuk aan haar. We gaan eens even kijken naar het team. Oeh, er zijn toch best wel wat mensen die moe zijn. Zoals Loeb 61 en die 66. We gaan Kuipers, die kan nog, maar ik ga 61 gaan eruit halen. Ik word toch voor Forster erin. Want ik wil het risico nog niet nemen om Green erin te zetten. Hij is de scherpte is niet goed genoeg. Dus we gaan voor hem. Kuipers. Hij zet wel op een min 4. Kan daar staan. Dat is ook min 4. Nou goed, dan moeten we het maar even zo doen. Dan kunnen we kijken of in de tweede helft dat hij dan... En de bal rolt. Voor de tweede helft op Ivy Lane. Knap hoor, hoe hij die bal verovert. Ja! Dan was hij bijna door. Morris, ze komen nu dichterbij. Hou maar voor je. En Dwek. Zo'n bal heeft de keeper natuurlijk. En de hond van de buren ook. Die heeft een zwakke poging van dichtbij. Ja, maar dat is toch een grote kans. Je zou meer verwachten van hem. Ik denk op zich dat we best wel een redelijk goede keeper hebben. Ja, dit is heel goed gezien. White. White is heel rustig om 2-0 te maken, want dat doet hij niet omdat hij geblokt wordt. Een uitbreiding van een voorsprong via deze hoekschop. Dat was gewoon bij de 2-0 hoor. Er wordt een speler gewisseld. Hoekschop wordt voorgegeven. Verdediging effectief hier. White. Hij zegt druk, hè? White! Zo! Met twee vingers in de neus gered. Dat is toch knap hoor. Want dan kun je dat maar met één hand doen dus. Ga je de trap of verzet dat? Hou voor je. Goed zo, Ben King is al langs. Ben King, dit was een fout van de keeper. Dat wordt gewoon afgestraft. 0-2 voor Online Games. Ja, dit kun je wel toevertrouwen, deze speler. Goed aangespeeld. Wordt gewoon keihard afgestraft. Maar dan het draaien naar het doel om te kunnen afronden. Echt een mooie goal. Die maakt niet iedereen zomaar. Hij zit er goed tussen. Het zou ook wel eens gelijk zijn als we de nul houden. Manning. Nou, de eerste clean. Wat zeg maar. Burkitts. Gewoon de nul gehouden. Dit is een ego voor ons, of niet? Nee. De spelers van de bezoekende ploeg hebben de bal vaker. En zoals ze hier heersen op het middenveld... Zit nu op 5 eigenlijk, dus... ...niet verbazen als ze een overtuigende zegenboek. Ah, deze wet, die moest toch niet meer gaan verliezen. Even ook elkaar helpen. Kijk, dit zijn fouten dat het eigenlijk niet meer kan. Kijk, en daar is dan de voorzet. Wegkoppen, maar wegkoppen, dat gaat niet al te lekker. Die bal mist het doel. We gaan eens even kijken, hoe ver zijn we met de verdedigers? Die zijn zelf 77 graden, maar McDonald's die is 55. Kuipers 61, ik ga McDonald's eruit zetten voor toch voor Green. Die is een centraal aanval middenveld. Kunnen die
zo'n uitroepteken is, dan klopt dat vaak niet. We gaan denk ik toch die gele kaart eruit zetten. Voor deze spits. Zullen we dat doen? Hij is 59, hier 55. Ik ga toch die risico niet lopen om met geel op zak te staan, eerlijk gezegd. Je ziet zo'n spelers naar voren. Hij kopt hem aardig goed voor hem. Green. Hij moet natuurlijk nog heel even inkomen, dus hij kan even nog ruim 25 minuten meedoen. Ja, dit is ontspannen voetbal. Ze pasen de bal op eigen helft van man naar man. Dat moet frustrerend zijn voor de tegenstander. Kuipers komt. Wie komt eraan? Niemand. Maar het loopt af met een sisser. Green. Forster. Ze krijgen een balbezit weer. Een counter behoort nu tot de opties. Dat gaat hier wel moeten dichtgelopen worden. Nou, hij sluit de bal. Daar had best voor gefloten kunnen worden. Maar het is voordeel. Daar gaat er eentje liggen. En gassen langs de zijlijn. Leek, laat hem niet door. Maar de keeper, ik vind dat hij toch aardig goed keept. Voort, dat was te riskant om dat zo te doen. Kuipers. Kuipers. Raakt de bal kwijt. Ook hij is aardig moe. Ik denk hij is dat buiten. Dit niet helemaal de bedoeling was. Maar Bieter geeft alsnog geel voor die actie van daarnet. Norris. We gingen volop voor de bal, maar het mocht niet van de scheidsrechter. Bof op de slot. Brek, wat een redding. Je gaat er toch geel voor krijgen, Kieran Green. De speler krijgt er alsnog geel voor. Dat is aardig streng, die scheidsrechter. Wat een korte corner, ik ga er bovenop zitten. De bal wordt voorgegeven. White. Ja, dit is gewoon. Maar viel uiteindelijk mee. Wat ze uitkijken, ja. Jij hebt geel. Ik heb geen zin om. Moet er langs gaan. Oh, hij zet erin. Ja, keeper, die stond niet goed. De keeper stond niet goed. Die moeten ze eigenlijk snel de lief draaien van Herman Brood. De keeper die stond daar echt niet goed. Bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Hij stond niet goed, die keeper. Is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak? Oké, wat gaan we nu doen? We gaan eens even een wissel inzetten. Forster, 61, 62, Kuipers, 54. Eruit, voor wie? Ja, voor wie? Zullen we een linksachter? Zal dat gaan? Min 5, min 6... Toch Kuipers op terug. 70, 64. Voor hem. Dan moeten zij daarin blijven. Maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal. Een prachtige. Oké, okay, opgelet. Nog 10 minuten op de klok. Dik 10 minuten te gaan. We moeten echt proberen om niks meer te verkloten. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. De slotfase is in. Zij zijn natuurlijk op hun hoede. Burkitt. Ja, dit is het echt de eerste kans die ze kregen en ook direct ja, eigenlijk benut, hè.
Oké, okay, dan lopen we zelf. Dan lopen we zelf. Dat kun je niet permitteren gezien de stand. Blijf je hadden dat je daar natuurlijk te spelen, jongen. Geen kansen geeft aan de tegenstander. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Oh, hij is te langzaam om hem bij te houden. Dan zo doen. Dat was een goede tackle, hoor. Geraakt, dus het wordt een hoekschop. Legt de bal terug. De volgende keer dan gaan we de bal gewoon weghosselen. Pressie. Even weghosselen. En dan komt hier misschien de gelijkmaker. De blik naar voren en strafschopgebied en niet sluiten. Hij heeft hem. Okay, dat zou... Kunnen we misschien nog één wissel om toch nog wat tijd eruit te trekken? 67, 64. 64 eraf. Wat is dit? Dit is 64. Dat maakt niet veel uit. Zag er dus gevaarlijker uit dan het was. Makkie voor de keeper. Ach, jongen! Laatste minuut van de reguliere. Overtreding, wat wisselen. Hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? Ja, er wordt nu wel geel gegeven. Ja, eerder die had de scheidsrechter al gewaarschuwd. Dan heb je verder ook niets te klagen, denk ik. Je komt niet overal mee weg. Ze krijgen 3 minuten blessuretijd van de vierde official. Tactisch rustig blijven. Green. Kuipers. Kuipers, als je niet kan, afspelen. Nee. Nog steeds aan de bal hier. Of was dat misschien? Nee, dat leeft niet op. Maar de minuten die zitten erop. De wedstrijd moet afgelopen zijn. De wedstrijd is ook afgelopen. We winnen met 2-1. Dat is genoeg. Ze hebben gewoon zoveel scorend vermogen. Dat is bijna beangstigend. Zonder dat we nog een tegengoal krijgen, maar we winnen wel. En dat komt er dan ook weer uit in deze wedstrijd. Dus dat is het geeft mooi. Keer op keer de doorslag. Bij 1 gewonnen, oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi. Goed, we gaan even een interview na de wedstrijd doen. Wrexham heeft wel verloren, zie ik. Die speelde een topwedstrijd, zo te zien. Dus ik denk wel dat we wat punten kunnen gaan inlopen. Ajax is ver op naar hield. Wat vond je ervan? Nou, we hebben toch gewonnen, dus dat is belangrijk. Zeg. Nou, beter voorbereid, denk ik. Ja, hij skipt het. Beter concentreren, dat sowieso. That'll be all, thank you. Goed. We staan nu hoog, we spelen tegen Cholesta, die staan, hebben 14 punten. Wij hebben 17 punten. Het is nu natuurlijk de bedoeling dat wij moeten gaan winnen. Ik kan bij wedstrijden uiteraard natuurlijk gaan simuleren, maar ik kan gewoon ook zelf de wedstrijden gaan spelen, weet je wel. Dan speel ik ze maar, dan neem ik ze zeg maar gewoon niet op. Dat zou ik misschien beter het beste kunnen gaan doen. Ploegen die zeg maar lager, of ja. Die hebben 14, dus we gaan eens even. Eerst eens even kijken. Nou. Ik weet dat ik nog niet 100% maak.
blij dat hij weer beschikbaar is. Dus, maar we hebben hem even laten spelen. Maar ja, hij was natuurlijk niet echt de scherpte. Dus ja, we hebben niet veel van hem gezien. Dus, maar goed. We gaan dan de maand november. Ik bedoel, oktober gaan we verlaten. We gaan dus nu naar november. Kijk, 30. Dit is november. Madelie is mijn aardige scoutverslag. Even kijken. 2,5 tussen de 64. 16 jaar. Waarde 1.300.000. Die gaan we zeker pakken. 40, 46, 46. 51 tussen de 63. Die staat rechts achter waarde 400. Daar wacht ik even mee, want we hebben op zich wel een redelijk goede rechtsachter of linksachter. 35, 41, 45, 55 tussen 75. Hij is 2,8 miljoen waard. Pakken die man. Dat was het. Oké, nou. De verderwaarts worden verder gescout. Kunnen ze wat sterker worden. Hier hebben wij 45, 45, 43, 35. Allemaal de 47 en 59. Die is 160 waard. Dat is niet veel. 57 tussen de 77. Die is 1 miljoen. Die pak ik ook. Dus we hebben behoorlijk wat spelers al in onze dingen. Zo kunnen we het wat versterken natuurlijk. 48, 48, 40, 42. Dat is, dit valt me een beetje tegen deze. Nou, dan gaan we eens even kijken. 44, 42, 49. Kijk. We hebben een rechtsmidden, is 61 waard. 65 waard, Max Willems. Linksvoor is Mario Bernal. Die ga ik ook pakken. Promoveer naar een volwassen team, dan gaan we het even helemaal anders aanpakken. Promoveer naar een volwassen team, deze ook. Promoveer naar... Oh, ah, damn, dat meen je niet. Hij is 15. Daar heb ik niet op gerekend. Dat hij 15 is. Daar heb ik niet op gerekend. Kan dat echt niet? Wanneer is die jarig dan? Kunnen we dat ook zien? Nee, dat is zonde, want ik wil hem echt wel hebben. Wordt hij bijna 16 of niet? Ik zou hem echt graag willen hebben hoor. Willems, 65. Zou die spits kunnen zijn, want die is... Kan die ook bijvoorbeeld hier gaan spelen? Nee. Dus we zullen eigenlijk de optie... Want ik vind dit eerlijk gezegd niet zo fijn. Ik wil liever... Dat we een 4-3-3 misschien met een 1 centrale verdediger middenveld. Twee middenveld, spits, links voor en rechts voor. Ik ga niet met 5 man spelen. Controlerend. Het is verdedigend, dat hoeft ook niet. Deze. Kijk, ja, dit gaat wel goed. Alleen dan moeten we even gaan kijken dat wij... Kijk, en rechtsvoor is deze. Kijk, Willems die staat linksvoor, dan moeten we... Force die is links met, dus als bijvoorbeeld hem hier zal dat gaan. Nee. Maar op zich is dat niet zo belangrijk dat we White. We moeten een centrale verdedigende middenvelder fixen. Dus voorlopig doet White dat. Voorlopig gaat McDonald daar. En we een rechts voor. Die hebben we nummer 48. Maar voorlopig ga ik Bowie daar inzetten. Dan gaan we dus 1, 2, 3 verdedigers, 2 middenvelder.
in de spits, in links voor of in rechts voor. Kuipers wil ik laten staan. Gewoon twee verdedigers. Is dat genoeg? Ik denk dat dat al genoeg is. Twee verdedigers, twee aanvallers. Twee middenveld, één spits. Ben King houdt nog eentje voor hen. Konje. Hem. Dan gaat hij denk ik weg. Dan zet ik hem erin. 2,50 hebben een betere verdediger. 53. Linksachter. Belly van 51. Ik heb eentje van 61. Wie is de slechtste? Green. Ik denk toch dat ik dus Green achteraan ga duwen. Rivas die zet ik heel even hier dan gewoon. Nee, dat is wel min 2. Ja, dan is dat maar zo. Of kan die centrale... Nee, kijk, het is veel beter. Hij is centrale verdediger in het middenveld. Nou, kijk. Dan komt dat White. Kan hij eruit voor hem? Hadden we Loewe? Loewe hadden we, hè? Ja. Wel hier een drietje. Of gaan we toch voor even... Nu maar één spits, hè. In het middenveld toch eentje. Wie gaan we doen? Gaan we Yata? En ik vond ook dat hij redelijk goed is. Dus zo ga ik het doen. Dit wordt nu onze vernieuwde opstelling heel even. Kijk hoe dat gaat aflopen. Dus we spelen eigenlijk 4 met 1 centrale verdediging middenveld. 2 middenvelds en 3 aanvallers. Ik denk dat ik het zo ga doen. Willems. Dan zet die ene er niet in. Kuipers. Maar die kan gewoon hier spelen. Want we hebben weer wat 64, 64, 57. Ze gaan allemaal omhoog komen. Willems is dus volledig nieuw. Hij komt direct in de basis. Dus ik ga het even zo doen. Keepers is toch wel redelijk goed. Misschien in de toekomst ook wel een betere keeper, maar veel met jeugdspelers. We gaan natuurlijk wel, als het januari gaat, proberen om al ons geld op te maken. Echt voor een goede speler. Gaan we even kijken dan misschien een goede verdediger doen. Of een hele goede centrale verdediger in de middenvelder. Gewoon eentje, dat we echt, gewoon echt iets is waar je echt mee gaat komen. Oké. We gaan eens even kijken naar de kalender dan. We spelen thuis tegen hun, uit tegen hun, thuis tegen hun. Dan wordt dit gewoon weer de laatste wedstrijd. Zullen we dat doen? Gaan we dat doen? Dan ga ik gewoon kijken wat ik het beste ga doen. Of ik wedstrijden ga simuleren of ik ga de wedstrijd zelf spelen. Maar dan doe ik het zonder camera. Dat zal op zich misschien veel beter zijn. 1, 2, 3 moet ik 4. Dus dan moet ik behoorlijk wat... Moet ik 3 wedstrijden ergens gaan inplannen. Maar ik ga het helemaal goed. Ik ga het hier eens bij laten. Morgen komt er geen livestream. Ik heb die heel even verplaatst. Want ik heb er eerlijk gezegd even geen tijd voor. Aankomen zaterdag. Waarschijnlijk zal ik volgende week een livestream doen. En dan ga ik bijna elke zaterdag waarschijnlijk live. Moet ik nog even gaan bekijken. Ja? Ik ga het hier eens bij laten, jongens. Wij zien elkaar dinsdag gewoon weer terug. Bijna de maand november, hè, jongens. Mazzel!